Alright. Ga lekker zitten. Maar actieve mensen, die blijven van allemaal staan en denken, er is meer, er is meer. Waar blijft de rest dan, man? Komt goed, jongens. We worden vandaag geheel vervuld. Amen. Alright, we hebben een terugblik die we even gaan doen, hè. Het is wel een beetje... Er is weinig ruimte. Oh, dat is goed, hè. Wij stieren een beetje te veel hiervoor. Wat zeg jij? Ah, we hadden een mooie... Oh, die kan naar beneden. Die kan nog. Jongens, die ballonnen die hoeven we niet meer. Die staan in de weg. Wie wil er een paar ballonnen? Throwback time. Halleluja. Is goed hoor. Ga maar in. Throwback jongens. Dit is even leuk. 2 jaar geleden zijn wij namelijk begonnen. En dan denk je misschien, toen startte de bediening House of Miracles. Dat is niet waar. Dat is pas ongeveer 1 jaar en 1 paar maanden. Dus nog iets jonger eigenlijk. Maar 2 jaar geleden begonnen wij in een woonkamer. Misschien weten jullie het nog een beetje, er was een soort angstaanval van de duivel op deze wereld. Dat heette de coronapandemie. Kerken die gingen er vrolijk in mee. Maar wij niet, want wij dachten, wacht even, dit is niet goed. Wij moeten met elkaar samen blijven komen, dat is een opdracht in de Bijbel. Alleen de kerken gingen dicht, dus toen dachten, hoe gaan we dat nou doen? Toen gingen we gewoon met z'n vieren, met onze vrouwen, gingen we in de woonkamer zitten. En gingen we terug naar de basics, om het maar zo te zeggen. En daar is het eigenlijk allemaal gestart. En daar begon God eigenlijk te spreken. Dus even kijken. Kijk jongens, dit ben ik. Dit is goed. Ik ben echt veranderd ook. Je ziet dat glorie kan een hoop doen, hè. Kan je flink opknappen, hè. Hij is goed opgedroogd, zeggen we dan. 13 september 2022. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik lag er ongeveer zo bij. Ik had een fles niet meer, want die was al lang leeg. Maar zo ben ik wel wakker. Met een goede kater. Ik had veel te veel gedronken, ik had drugs gebruikt. En dat is 13 september 2020, mensen. Dat is niet heel lang geleden. En wat er toen gebeurde eigenlijk, ik werd wakker. En ik dacht, mijn mensen, jongens, wat een koppijn in mijn knijterij. Dit wordt een zware dag. Dit wordt een zware dag. Maar goed, de deur ging op een kiertje. En ik keek op. En gewoon de aanwezigheid van God kwam binnen. In mijn slaapkamer. En de Heilige Geest kwam gewoon binnen in de slaapkamer. En op dat moment werd ik verschrikkelijk overweldigd door zijn tegenwoordigheid. Dat raakt me nu. Maar hij pakte me als het ware in mijn kraag. Echt waar. En wat hij deed is dat hij gewoon... Hij ontbrandde een vuur in mezelf. Echt waar. Ik werd compleet veranderd. Ik werd 1 aanraking van God, hè. Want ik was gewoon een backslider. Ik was gewoon weggegaan. Ik was gewoon weggegaan van God, want ik had er goed uit gesmaakt. Ik had het geproefd. Maar hier op dit moment kwam de Heilige Geest in de slaapkamer en hij pakte me vast. En hij zegt, Arnoud, ik heb je geroepen voor grotere dingen dan wat je nu doet. En dat klopt, want het waren niet zulke grote dingen die ik deed. Maar wat ik deed, was echt iets geboren in mijn geest. Echt een onuitblusbaar vuur. En ik heb nooit meer omgekeken sindsdien. Ik ben naar me nedergelopen. Ik heb mijn vrouw verteld, het spijt me. En zij dacht, daar komt hij weer met zijn gezeik. Ja, is goed vriend. Succes. Even kijken of je de week volhoudt. Maar goed. Hier staan we toch, hè? Is niet slecht. Amen. Het is echt super bijzonder gegaan, want de Heilige Geest heeft ons echt geconnect. Wij hebben namelijk hiervoor, eigenlijk 5 jaar hiervoor of 6 jaar hiervoor, voetbalden wij samen. Zaten we samen in een elftal. En zo kenden we eigenlijk elkaar, alleen helemaal niet per se als vrienden of iets in die richting. Alleen wat er dus gebeurde, eens even kijken wat we op de volgende foto hebben. Ja, yes, precies. Dus er is echt een goddelijke ontmoeting gekomen. Want wat er gebeurde in die zomer, toen was corona al vrolijk aan het gaan. En ik leidde op dat moment een jongerenbeweging. Heette Impact Bodegraven, super gaaf. En ik deed daarmee met een club jongeren, deden we jongeren events, jongeren organisaties. En we deden vooral ook jongeren interkerkelijke diensten, deden we daar. En de zomer van 2020, toen dus de coronagolf ging, toen mochten we die diensten ook niet meer doen, want nergens konden we een kerk in en het was natuurlijk allemaal een probleem. En vervolgens zei de Heilige Geest, ik wil dat je een openluchtdienst organiseert. Dus dan hebben wij een openluchtdienst georganiseerd met Johan Toet. Misschien ken je hem, vast wel. Dat was echt super vet, ook een hele bijzondere ontmoeting, hoe hij op zo'n voetbalveld hadden we afgehuurd. En dan hadden we allemaal lijnen met 2,5 meter of 5 meter, weet ik voor hoeveel meter. En we mochten allemaal blokken hadden we gemaakt en met graffiti zo ongeveer op dat veld gespoten. En we hadden beloofd dat het er weer af zou gaan. Geen idee of het gelukt is trouwens. Maar goed, we hadden dat allemaal met een heel raar voetbalveld. En we moesten allemaal plannen aanleveren aan de gemeente.
Maar goed, dat is gedaan. En de Heilige Geest was daar zo urgent. En dit is echt serieus. Niemand vanuit die organisatie die ik leidde vond dit een goed plan. Iedereen dacht, nee man, je bent gek geworden. Waarom zou je het doen? Wacht gewoon totdat die coronagolf voorbij is. Dan gaan we wel weer iets doen. Maar nee. De Heilige Geest zei, nee, je gaat die openluchtdienst organiseren. Dat was zo bijzonder. En Arnoud woont ook in Bodegraven. En die openluchtdienst was in Bodegraven. En bij jouw vriendengroep er werd er gepusht van, hey, jij moet naar die openluchtdienst. Jij moet daar met zo'n flesje. De hele week kwamen mensen te zeuren dat ik daar vrijwilliger moest zijn. Nou, zoals je ziet is dat gelukt. Dat staat allemaal goed, hè? De parking. Ja toch? Die King of Parking, de parking. Daar gaat hij hoor. En uiteindelijk was het... Het was wel grappig, want de hele week liepen ze mijn deur plat van Arnoud, jij moet dit doen, jij moet dit doen, jij moet dit doen. Ik dacht, je bent knettergek man, ik heb andere dingen te doen. Uitslapen bijvoorbeeld. Maar goed, ik dacht van ja, ik ben nu toch wakker, nu kan ik net zo goed gaan. Dus daar stond ik. En als vrijwilliger. En op zich zie ik er nog vrij fris uit. Maar goed, de Heilige Geest is nog aangeraakt, hè? Zo is het ook weer. Dit is dus letterlijk die nacht van 12 op 13 september, die ochtend 13 september, dat de Heilige Geest ging. Ja, dus 13 september raakt de Heilige Geest me aan. Openluchtdienst op 13 september, dus middag stond ik hier. Yes. Die ik dus aan het leiden was. Alright. Oh, we gaan heel snel. Yes. Ja, dit is mooi, want dit was de openluchtdienst. Kijk, dat is super mooi. Het was wel echt vet, ik kwam echt honderden mensen op af. Dus het was best wel cool uiteindelijk. En daar sta ik met een soort wit shirtje volgens mij. Dat zou ik voor moeten stellen. Je hebt een grote pijl, dus je kan hem vinden hoor. Ja, dat is hem. Maar dit is echt grappig, dat hier ook weer precies een foto van. Dit is letterlijk het moment waarop Arnoud in zijn gele hesje naar mij toe liep en zei, hey Rick, volgens mij moeten wij een keer een kopje koffie drinken. Super random. Ik was gelijk geleid door de Heilige Geest, ja toch? Heel bijzonder. Ja. Dus ik was al, ja, dit is ook grappig. Ik had nog nooit meegemaakt dat er, want jij zei meteen, ja misschien moeten we iets samen doen of zo in deze organisatie. Je wist het eigenlijk zelf ook niet zo goed. Nee. Dat is logisch. Ik ook niet. Steeds niet hoor. Nee, jawel. Ik nog steeds dit soort wat. Maar het interessante is daar, ik had het nog nooit meegemaakt dat iemand gewoon vanuit zichzelf mee wilde doen met de dingen die ik deed. Ik was aan het rennen en aan het doen, maar ik had nog nooit dat iemand zei, hé, misschien moeten we eens een keer connecten met elkaar. Dus ik vond het super bijzonder. Ik dacht, nou prima, we gaan gewoon bakken doen. Dus dat gingen we doen. En vervolgens is het dus geboren dat wij een bakken koffie gingen doen. En vervolgens gingen wij dus eigenlijk met z'n vieren gewoon in een huiskamer samenkomen. Terwijl dat totaal zonder intentie dat we ook maar iets zouden gaan starten qua bediening of iets in die richting. We gingen gewoon midden in coronatijd. Ik weet nog, de allereerste meetings gingen wij met 100 euro op zak. Want dat was namelijk de boete als je de avondlockdown zou... Om mensen te bevrijden, gingen we erop uit. 100 piek op zak. 100 piek op zak, we zeiden gewoon, dat betalen gewoon die politie af. Kunnen we in ieder geval gewoon door, want we moeten die mensen bevrijden. We moeten die mensen tikken cash af en dan gaan we weer door. Let's go. Ik bid dat er weer meer mensen op gaan staan die gewoon gaan voor Koning Jezus, amen. Want hier is het allemaal mee begonnen, begrijp dat goed. En we zijn in die huiskamer, dit is volgens mij Arnouds woonkamer, hè? Correct. Hij is al een paar keer verbouwd. Hij is wel slecht gebouwd. Hij zag er toen zo uit. Ja. Ook huiskamers gaan van glorie naar glorie, ja, hè? Halleluja. Halleluja. Behalve met kinderen, zo is dat. En wat er toen gebeurde, toen kwamen we ook met het onderwijs van frontrunners in aanraking. Toen gingen we op een gegeven moment het onderwijs van demonie en bevrijding gingen we doen. We gingen zieken genezen. En eigenlijk ging de hele Bijbel voor ons leven. En we hadden dat nog nooit gedaan. Ik had nog nooit een zieke genezen. Ik had nog nooit een demon uitgedreven. Maar we gingen gewoon met z'n vier, hadden we eigenlijk besloten van, we gaan dit gewoon doen. Ik weet niks. Ik heb heel weinig onderwijs. Ik snap het eigenlijk helemaal niet. Ik heb geen ervaring. Niks. Niemand doet het me voor. Maar we gaan het gewoon doen. Oké? Dus als je één ding vandaag mee wil nemen, dan moet je het gewoon gaan doen. Oké? Er is genoeg arbeiders zijn er nodig. Er is genoeg arbeid, ligt er klaar om gewoon te gaan doen. Wacht niet totdat je honderden uren op je cv hebt voordat je het gaat doen, want dat zijn wij ook niet gaan doen. Alright? Dus... Kijk, wie zijn er hierbij? Dat is Remco, ja, Rick, Deborah, ja, Kiaia. Halleluja, dat is goed. Call staat nog niet. Dat call daarvoor. Call ja, staat sowieso ook al. Strijders, joh. Geef die mensen een applaus, dat zijn er de first mover. Alright. Ja, halleluja. Alright. Kijk, dit is mooi, want we werden groter en groter. Ja, maar nu praat jij alleen, Erik. Sorry? Nu praat jij alleen. Dan ga je gang, hoor. Ik kom er dan maar zitten hoor, dat is ook ja, goed. Ik heb dat ding gekregen. Kijk jongens, dit is een mooi stalletje. Nou ja, wij werden groter, dus het paste niet meer in onze woonkamer. Dus toen kregen we een stal, ja toch? Dus nou, zoals Jezus begonnen was, dan zijn we ook begonnen. Je ziet het, we zijn gelijk aan het dopen, hè? Doopbad opgetuigd, we waren beschikbaar. Huppatee.
Dus dat is gewoon schitterend, joh. Het was sterrenverschuild daar altijd. Ik weet niet, wie waren die mensen hier met de Glory Conference? Ja. Dat was ook een aardige diepvries editie, hè? Maar dit was ook wat, hoor. Maar goed, uiteindelijk, joh, schitterend. We gingen gewoon, we groeiden, mensen kwamen hier samen. We hebben letterlijk momenten gehad dat de deur niet open kon, dat zo'n baal sneeuw voor lag. Maar we gingen! We wilden gewoon graag. We hadden een vuur in ons binnenste branden en we wilden door. Yes. Amen. Alright. Ik mag in. Betere splinter dan van. Kijk die gast, dit is toch schitterend. Ja, door in het land der blinden is één oog koning. Zo is het ook weer. Dit is wel een mooi verhaal. Dit is een mooi verhaal, want wij gingen uitstappen in genezing, toch? Ja. Dus ik ging op een gegeven moment. Ik ging zelf toetaken. Ik ging het schijnen, joh. Probeer er nog wat. Nee, dat gebouw nog wel eens een huis. Dus dan ben ik aan het klussen. En ik was aan het zagen en er kwam een metaalsplinter kwam in mijn oog. Dat is niet handig. En het is al helemaal niet handig als je dat ding laat zitten, oké? Okay? Het beste is als je gewoon naar de hap rijdt. En dan doen ze heel makkelijk, want dan is dat ding nog niet helemaal naar binnen gegroeid en zo. Dan halen ze dat er heel makkelijk uit. Maar ik dacht, ik geloof in genezing, halleluja. Dus wij gingen proclameren, we hebben het zoontje van Arnoud nog laten bidden voor me. Dat een kind in geloof, halleluja. Dat ding moet eruit, dat ding moet eruit. Dat ding ging er niet uit, oké? Okay? Ik geloof nog steeds in genezing, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar in dit geval ging die er niet uit. Dus een paar dagen later, ik denk echt... Ja, echt een week later of zo zat ik uiteindelijk bij de hap en die lui waren boos. Ja, waarom ben je niet meteen gekomen? Ik dacht, ja, viel volgens mij wel mee. Echt een dikke splinter zat erin. Dat ding was gaan roesten. Uiteindelijk was het echt een wonder dat nog... Je kan het nog zien, hè? ...relatief goed eruit. En toen zegt je zo bij, halleluja. Alright, volgende slide. Kijk. Ja. Vele dopelingen. Ja, we hebben gelijk al een hele berg mensen al gedoopt, hè? Kijk eens, Martijn staat erop, hoor. Lekker aan het dopen. Hier bovenin, met Esther, helemaal goed. Dus snel in het begin. Dat was toen gingen we volgens mij eigenlijk over naar iemand anders huis. Dat was natuurlijk een boskoop, hebben we nog even gezeten natuurlijk. En van daaruit hebben we mensen gedoopt. We hadden gelijk al mega veel dopelingen. Op een of andere manier. Het grappige is, wat wij hebben gezien met God, is gewoon als je beschikbaar bent en je stelt je beschikbaar, dan komt die stroom gewoon. Weet je wat dat namelijk is? Ezekiel 34 praat daarover, dat er een heel veel herders het een beetje hebben laten liggen. En dat God zegt van, ik ga het herstellen, ik ga het zelf herstellen. Maar wat hij dan gaat doen, is dat hij urgentie op mensen hun hart gaat leggen. En die zegt van, daar moet je heen. We hadden letterlijk mensen die gewoon uit Enschede kwamen rijden om zich door ons te laten dopen. Halleluja! Want ze zeiden ten eerste, maar jullie worden gedoopt met kracht. Want jullie vertellen, ten eerste vertellen jullie het complete evangelie. En als er iemand ondergaat, wij hebben letterlijk gezien dat mensen genezen van ziekte, werden bevrijd van demonen, door het dopen. Omdat de hele tegenstander is verzwolgen in het water, amen. Die blijven achter in het dodenzee. Dus dat is weg. En als je dat gaat prediken, dan komen er wonderen en tekenen bij. En dat ging echt als een lopend vuurtje. Yes. Letterlijk. Halleluja. Halleluja. En dat is het echt. We zien ook constant getuigenissen vanuit de huisgemeente die nu starten. Zien we dat zodra ze beschikbaar zijn, komen de mensen die gedoopt moeten worden, genezen moeten worden, bevrijd moeten worden. Of gewoon Jezus heel random aan in bovennatuurlijke ontmoetingen. De Heilige Geest werkt met ons mee, lieve mensen. De Heilige Geest werkt. Je bent een medearbeider van de Geest van God. Ja, dan krijg je bovennatuurlijke dingen. Die jongen uit Enschede die mailde ons inderdaad gewoon letterlijk. Het was gewoon een mailtje. Hey, hallo, kan ik bij jullie laten dopen? Wie ben jij überhaupt? Maar goed, wij sturen. Dat stelden we dus niet. Dat doet de gemiddelde kerk. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Heb je een doopcursus gevolgd? Wij zeiden, ja, tuurlijk kunnen we je dopen, maat. Kom maar. En hij kwam letterlijk die zondagmiddag. We hebben hem gedoopt. Volgens mij is het... Nee, is een andere. En hij is gedoopt. En vervolgens reden ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Maar goed, prima. Hij is halleluja. We hebben hem gedoopt. Dat is een opdracht, toch? Alright. Oké. Okay. Dat moet wel sneller gaan. We moeten sneller. Nog sneller. Oké. Okay. Het moest snel groter. We gingen een Rabobankgebouwtje. Halleluja. Heel goed. Wij gingen namelijk een fout maken. Komen we zo dadelijk op. Want we gingen een kerkje beginnen. En we werden groter en groter. Lekker op zondagen samenkomen. Je kent het wel. Oké. Okay. De upper room. We gingen door. Dit is House Miracles. Wie hebben de upper room gezeten? Wie welke mensen? Ja, kijk eens. Ja. Dat was een goede plek, hè? Dat is een heilige plek. Moet eens kijken wat een glorie. Want het spat er vanaf. Dit is een House of Miracles. Maar dat was mooi. Dat was bij mij boven. Ik werkte naar beneden. En dan was dat mijn kantoor en dan boven hadden we de upper room. Die knalden we helemaal vol. En we zijn op de duur uitgezet. Dat is ook wel weer zo. Maar goed, het was een mooie tijd, maar zo lang het duurde. Hè? We hebben best lang gezeten, eerlijk is eerlijk. En nog steeds in coronatijd. Hè? Dus we hadden dit geregistreerd als kerkgebouw, hadden we letterlijk gezegd. Wij hebben op een gegeven moment gingen we kerstavond vieren. Politie kwam langs. Toen kwam de politie, hadden ze het heel... Dit is echt bizar, maar toen hadden ze het hele industrietrein hadden ze afgezet met allemaal auto's. Er kwamen motoren, er kwamen volgens mij wel 6-7 agenten aanbellen. 6-7 auto's? 6-7 auto's met agenten. Super, ja. En die belden aan, ja, die dachten dus dat we corona feestje aan het houden waren op het industrieterrein.
Klopt, corona moest wijken. Dus dat klopt wel. Het was wel bizar, want wij zaten er toen beneden. Iedereen begon in tongentaal te bidden. Die politie die dacht ook, wat de heck is dit? Dus ze gingen naar boven dat zaaltje checken. Toen zagen ze geluid en toen zeiden ze ook, oké, KVK staat ingeschreven. Toen gingen ze weer weg. Hebben we gewoon onze kerstdienst kunnen doen. Echt bizarre momenten hebben we wel daarmee gemaakt. Alright. Dit was 14 juli 2021 is dus de naam pas gekomen, hè, van House of Miracles. Dus de naam House of Miracles bestaat anderhalf jaar. Anderhalf jaar, halleluja, let's go. Halleluja, maar wij maken ons niet uit, we vieren overal feest op, joh. Twee jaar. Tot een half jaar gaan we weer, huppatee. Ja hoor. Alright. Ja, dit is ook mooi. Jij bent... Alright, Tim Lytle. Ja, Tim Lytle. Wie kent Tim Lytle hier? Oh, ik kijk! Wat een fans! Heeft hij al. Ik heb even een foto van moeten nemen voor hem. Maar dit is natuurlijk goed. Ja, Tim is op een hele bijzondere manier. Yvonne is hier ook. Waar zit Yvonne? Kijk eens. Halleluja. En Yvonne heeft eigenlijk Tim Lytle naar Nederland gebracht. Wij kenden hem niet. Zegt, ik heb een Amerikaan voor je. Wil je me hosten? Tuurlijk, kom maar langs. En wij dachten, we weten helemaal niet wie die vent is. Maar vervolgens een super bijzondere connectie. En ik moet eerlijk zeggen, hij is voor ons echt uitgegroeid tot een geestelijk vader. Hij heeft een mooie bediening in Amerika. Maar ik zie hem bovenal gewoon als iemand die dingen kan releasen en kan vrijzetten. Als een vijfvoudige profeet. En zo hebben wij hem ook kunnen of leren kennen eigenlijk. En dit was een van de eerste momenten. En wij zaten er eigenlijk altijd ergens een klein beetje mee dat we nooit echt ordained zijn. We zijn nooit ingezegend vanuit iets hogers. We zijn ingezegend door Jezus, amen. Maar we vonden het wel fijn als het nog werd bevestigd door iemand anders. Die geestelijk is, die verantwoording draagt, die geestelijke autoriteit draagt. En dan zie je hier links onderin, zijn we ingezegend als, nou goed, als geestelijke leiders. Ik zal het uitleggen. Als, ja, dat. Alright. Ja, ik kan ook niet anders zeggen. Nee. Dat is goed. Ja, prima. Hey, dit is ons eerste event. Dat is ook mooi. Dit is letterlijk 2022. Nee, dit is denk ik met Tom de Wal. Denk ik niet? Nee. Dit is onze eigen bevrijdingsdienst. Dit was in januari 2022. Dus ongeveer een jaar geleden. Dat we onze eerste bevrijdingsdienst kwamen. Echt meteen meer dan 100 mensen. We deden daar 's middags deden we een seminar. Kan je nagaan, wij waren 3-4 maanden waren we bezig met demonen uitdrijven. En toen begonnen we gewoon al te onderwijzen erover. Waarom niet? We hadden al tientallen van die rakkers eruit gejagen, we hadden al tientallen mensen hadden we voor. Dus wij hadden dingen geleerd. Dus dat konden we door gaan geven. Ik geloof echt dat ons onderwijs nu sterker is dan toen. Maar toch, wij begonnen het gewoon te onderwijzen. Er is geen onderwijs over. We hadden zoiets, het lichaam van Christus moet dit gaan onderwijzen. Uitstappen. Gewoon gaan doen met de kennis die je hebt. En ja, misschien zeg je een keer iets fout, maar sta gewoon op. Leer ervan en ga door, alsjeblieft. Alright, het was echt een machtige bevrijdingsdienst. We hebben heel veel mensen bevrijd. Dat was wel mooi dienst, ja. Dat was echt power. Alright. Dit is ook mooi, hè? Tom en Zoran in Borg, dat was ook wel schrijven, ja. Kijk hem staan. Mooi. Wat is zo'n ding van 80 euro hadden we gekocht. Zo'n, als je hem vasthield, hij moest hem goed vasthouden, anders viel hij uit elkaar. Zie je hoe strak hij hem vasthoudt? Echt jongens, dit is wel echt zegen, hè? Dat zie je wel, voorspoed zit er goed op. Dit maar volgen, we moeten het doen. Volgende, alright. Voice of Fate. Heb je dat gezien, Voice of Fate? Hij staat nog steeds op YouTube, je kan hem wel kijken. Dikke zegen voor ons geweest hoor. Kijk, ook mensen die het natuurlijk gezien hebben en daardoor mee met ons in aanraking kwamen. Dus het is heel bijzonder hoe Tom al heel snel zag wat er binnen House Miracles gebeurde. En dat hij heel snel ons daar naar voren trok. En zei van, hé, hier ligt echt zegen op. Alright, dit was onze agenda van toen. Dat is allemaal leuk. Prachtig. De eerste groepen. Kijk eens, allemaal huisgroepen ontstonden er. Huisgemeentes ontstonden er. Mensen op de grond. Dat is altijd Tilburg. Niki hier staat weer als een soort van Superman bij. Ja, Nick, hè? Waar is Nick? Nick. Kijk, weggestopt. Goed. Demonie en bevrijding, dit is dat wat we deden. We gingen gewoon seminars geven. Dus we werden uitgenodigd. In Friesland is het volgens mij een andere Loos, ook stervenscout. Begonnen we gewoon onderwijs te geven, gingen we met z'n tweetjes op stap. Rick ziet er echt jong uit hier, hè? Die lijkt wel 18, man. Ken je die? Nog steeds. Jong van geest. Amen. Dus. Zeggen, jij ziet er minder goed uit. Oké. Eerste genezingsdienst. Dit was dus met Tom ook. Dat is 30 oktober 2021. Dit is ook echt vet. Die linker foto, er was een jongetje die kon niet lopen op dat moment. En we gingen allemaal, misschien waren er mensen bij in die genezingsdienst toen? Ja, halleluja. Die jongen die loopt inmiddels, die was een aantal diensten geleden bij een miracle night. En die is van de zondevoeding af. En die is van de zondevoeding compleet hersteld door koning Jezus. Echt super gaaf. Stationsplein, we gingen vrolijk door met pandjes huren, pandjes zoeken.
charteren. We hebben volgens mij wel 6, 7, 8 locaties gehad. Dit is wel echt een schrale plek. Dit is echt een hele slechte. Weet je wel, mensen zeggen vaak, je gaat van geluid naar geluid, was dit niet hoor. dit had eigenlijk al het moment geweest dat wij moeten dachten, oké, de zondagen moeten eraf. Als je zo'n pad hebt, moet je eigenlijk al gewoon zeggen, van stop ermee. Maar goed, we zijn wel doorgegaan, joh, kun je aan het spelen. Is de Miracle Night. Miracle Nights gingen we doen. Doortocht gingen we doen, een soort parochiehuis van de katholieke kerk hadden we gehuurd. Ja, maar dit was dus, ja, dat was hem inderdaad. Oh. We stoppen ermee. Ja, en dan de volgende. Stoppen ermee. Sommige mensen dachten, House Miracle, stop ermee. Nee, dat was niet het verhaal. We gingen stoppen met de zondagse dienst. En dit was echt een urgent ding van de Heilige Geest. Onze huisprofeet Deborah, die zei het al ongeveer een jaar. Eigenlijk vanaf vrijwel het allereerste begin dat we hier met die zondagse dienst alleen maar groter en groter en groter werden. Toen begon God al te spreken door meerdere mensen heen eigenlijk. Jongens, niet de zondagse dienst. Dit is niet jullie bediening. Dit is niet wat we moeten doen. Je moet niet terug naar het oude systeem. Jullie hebben huisgemeentes, kleine groepen, krachtige discipelschapsgroepen. Niet weer honderden mensen die alleen maar zitten te luisteren en uiteindelijk niks doen. Maar gas erop, jongens. Kleine groepen. En we luisteren niet tot dit moment. Toen luisterden we wel, toen zeiden we, zondagsdienst gaat eraf. En met we luisteren niet bedoelt hij Rick en mij. Ja. Koppige mannen, die hadden, amen. Weet je wel, dat was niks. Nou, we hadden het al lang door. Mannen, luister naar je vrouwen, oké? Okay? Luister naar je vrouwen. Ja, maar... Leaders meetings, dit is wel mooi, hè? Dit was in Soest, dit is een half jaar geleden. Ja, schitterend. Mooi. De meeste leaders meetings gingen we ook maar meteen weer dopen, want dat kwam dan toch weer om de hoek. Dus als er mensen gedoopt moeten worden vandaag, we gaan gewoon dopen, jongens. Wacht niet. Tot nu toe dopen vrijwel alle leaders meetings. Alright, nou kort overzicht, wat hebben we allemaal gedaan? De helft valt eraf, het was te veel om op te noemen. Maar het is wel wat, hè? Als je er terugkijkt, wat je gewoon in een jaar, anderhalf jaar kan doen met de gunst van God. Dan kan je maar in één ding roemen, en dat is echt God zelf. Dat is echt zijn kracht, zijn glorie, zijn Heilige Geest door je heen. We hebben die Revival Week nog samen met frontrunners gedaan, met Catherine Crick, echt bizar. Tim Leitel, die meerdere keren naar Nederland is geweest. Fantastisch. Alright. 45 huisgemeenten inmiddels. Woo! En volgens mij is van een week oud. Dus ik heb deze week alweer contact gehad met 3 nieuwe huisgemeenten die waarschijnlijk komende weken gaan starten. Dus prijs God daarvoor. Het gaat echt als een trein, jongens. En ik bid echt dat na vandaag nog veel meer mensen gaan opstaan. Applausje voor de groep. Alright, we gaan even. Zo is het. Jullie doen het uiteindelijk. Jullie zijn strijders van de straat. Zo is het ook weer. Maar schitterend joh. Wat er allemaal gebeurt. Het is echt prachtig. En ik vind het gewoon mooi. Gewoon, soort van de geest die erin zit. Weet je wel. Er werd over Johannes de Doper werd geprofiteerd dat hij de geest van Elia zou hebben. En ik zie gewoon een bepaalde geest in de groep van House of Miracles. Die gewoon bold is. Die gewoon durft. Die gewoon gaat. Weet je wel. Waar anderen niet durven gaan. Die gewoon geactiveerd zijn. Die doen wat anderen niet durven te doen. En daarin zie je namelijk dat de gunst van God gaat komen. Omdat we, als we in het bovennatuurlijke willen stappen, dan moeten we op de dingen stappen die buiten het brein uitgaan. En dan moeten we stappen op iets wat niet ons eigen grond meer is. Dan moeten we als het ware, net als Petrus, moeten we uit de boot stappen en over het water heen gaan lopen. En dan zullen we dingen zien. En dat kost wat. Dat kost in ieder geval overgave. Dat je zegt van, ik kan dit niet, help me daarbij. Maar zo zijn jullie. En dat vind ik schitterend om te zien. En daar prijs ik jullie voor en daar dank ik jullie voor. Amen. Amen. Halleluja.